Hoi allemaal, welkom bij Blondie Beauty Fashion. Vandaag heb ik een andere video dan normaal. Ik ga namelijk dit IKEA keukentje pimpen. Ik weet geen ander woord voor. Ik ga het leuker maken, anders maken dan het nu is. Superleuk keukentje. Het is een cadeautje van Sven's familie voor Niels' verjaardag geweest. Alleen dit vinden we een beetje standaard en past niet echt bij ons huis. Dus we willen hem een beetje anders maken. En dat ga ik vandaag met jullie doen. Het kan niet heel ingewikkeld zijn, dus we gaan het gewoon doen. Wat ik ga doen is, ik heb schoolbordverf. En dat leek me wel leuk. Deze is van de Gamma, schoolbordverf. En dat wil ik hier op de zijkanten gaan doen, aan allebei de kanten. Zodat je hier op kan tekenen. Als je zou denken, wat hoor ik? Ik heb het raam openstaan, dat ik hier natuurlijk ga verven. En Niels is dit weekend niet thuis, dus dan kan ik het rustig doen. We zitten ook op Niels' kamer. Dan kan ik dit gaan verven. En hier kan hij dan het dagmenu opschrijven of een tekening opmaken of whatever. En dan heb ik deze kleurverf. En dit is de Historic Tendence matte verf. En deze hebben we ook gebruikt. Staat matte lak. Deze hebben we ook gebruikt voor de box. En dat is een hele mooie, ja, soort warme grijze kleur. en die komt op al het andere. En dan als laatste heb ik dit. En dat is designfolie. En ik weet niet of je het kunt zien, maar het is in een marmermotiefje. En dat wil ik hierop gaan plakken als het aanrechtblad. Dus dat gaan we vandaag doen. Dus als je benieuwd bent hoe ik dat doe, blijf dan vooral even kijken. Nou, ik heb de bovenkant eraf gehaald. De kraan eraf. De wasbak en het kookplaatje eruit. En dan kan ik met het designfolie aan de slag. Nou, ik heb het aanrechtblad losgeschroefd. En ik heb hem afgetekend. Dus hier zie ik dat ik hem zo kan klappen. Dan zit hij goed. En dan hier ga ik hem op deze lijn uitknippen. En dan hier op deze lijn. En dan kunnen we gaan plakken. En dan knip ik deze randen eruit. Want hier komt ook nog wat in. Dus ik hoef hem niet eromheen te doen. Dus ik ga even knippen. Nou, dan kunnen we gaan plakken. Tadaa. En nou ook alleen nog even de punten waar zo meteen weer een schroefje doorheen moet. Kijk, hier komt bijvoorbeeld de kraan. En hier zitten nog wat schroeven. Maar die kan je op zich goed voelen. Dus ik zet dan in een cirkeltje zet ik een klein kruisje. Zodat we er straks makkelijk doorheen kunnen. Ik heb alles geschuurd en afgeplakt. Dus nu is het tijd om te gaan verven. Zo, ik heb mijn verf in het bakje gedaan. En nu ga ik de roller goed nat maken. Dat is wat ik altijd geleerd heb bij eigen huis en tuin. De roller moet goed nat zijn en dan spetter je minder. Dus ik ga beginnen. Nou, dit is het bovendeel. Ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om dit ook allemaal mee te verven. Behalve de witte delen. Op naar de volgende. Zo, alles is nu geschilderd. Afpaktape zit er nog op. Deze kant wordt dus nog schoolbordverf. En dit is ook helemaal klaar. En nou moet het even drogen. En zo wordt dus het aanrechtblad. Gaat goed. Het eerste deel is klaar. Check hoe leuk. De kraan en zo moeten we er nog op zetten. En dan komt het ding er nog bovenop zo. Maar, jee.
Nou, de verf is een nachtje gedroogd. Het heeft gewoon in één laag gedekt. Super fijn. En nu ga ik deze kanten allebei met schoolbordverf doen. Zodat hij daar dus op kan gaan tekenen. Dus ik heb de schoolbordverf goed gemengd. En we gaan gewoon beginnen. Ik heb ervoor gekozen om niet af te plakken. Omdat mijn ervaring met dit afplaktape echt waardeloos is. Je ziet het hier ook wel. Hoe strak je ook afplakt, dat wordt gewoon niet zo mooi. Dus ik wil het gewoon zonder afplakken gaan doen. En dan kan ik gewoon zien wat ik doe en dan wordt het hoop ik netter. Dus ik begin met het randje. Nou heb ik niet de allerbeste kwast aller tijden. Maar we gaan er gewoon mee werken. Dan nu koperspray en daarmee gaan we de kraan verven. We hebben hem eventjes op een kartonnetje gezet. En dan gewoon sprayen. Heel even opgeschuurd. Een beetje kunt zien. Oh, dat wordt mooi. Nu de tweede laag van de krijtbordverf gedaan. De rest is al klaar en de kraan is ook gespoten. En dan is dit het eindresultaat. Kijk nou hoe leuk is hij geworden. Dus de kraan nog koper gespreid. Nou, mijn schoonmoeder heeft een mooi eitje gehaakt voor in de pan. Pannetjes hangen, het vuur staat aan. Dat kan natuurlijk ook uit. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. En dan heb ik hier aan de zijkant, dit is dus krijtverf. Dus hier kun je hem op krijten. En ik dacht het is leuk om het menu bijvoorbeeld erop te zetten. Maar goed, tegen de tijd die zelf kan krijten, kan hij natuurlijk iets anders van maken. Dus dit is hem. Super makkelijk. Het kost even wat tijd, maar ook weer niet heel veel. En dan heb je toch een keukentje wat ineens helemaal bij de rest van je huis past. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik hoop dat je inspiratie op hebt gedaan om je eigen IKEA keukentje, voor de kids natuurlijk. Je kan je eigen IKEA keuken ook pimpen. Maar om het IKEA keukentje, de Duktich voor kindjes, om die helemaal passend bij je huis te maken. We waren nog in twijfel of we dit ook brons zouden maken, dat zeg maar hetzelfde kleur koper zeg maar, als de kraan. Maar dit vonden we toch wat rustiger. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd als jij jouw keukentje ook anders hebt gemaakt, hoe die eruit komen te zien. Dus laat het vooral even zien op Instagram. Mijn Instagram is @blondiebeautyfashion. Ik sta hieronder ook gelinkt. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan er hieronder op abonneer te klikken of hier op de cirkel met mijn hoofd erop. En nogmaals super bedankt en ik zie jullie snel. Doeg!